In deze les gaan we schaapjes leren maken. De reden waarom ik hier twee schaapjes al bij de hand heb, is omdat ik net vandaag zelf geleerd heb om een schaapje te maken. Ik kende geen schapen, ik heb pas zitten experimenteren. En dat is het resultaat. Het is klein, maar zo lief, vind ik zelf. Dus vanaf nu heb ik zelf ook een schaapje in mijn arsenaal. Dank u, cursisten! Ik had al in de cursus gezegd dat ik een schaap ging aanleren. Dus ik had geen keuze. Voor het schaapje hebben we een witte ballon nodig. Ik had mijn eerste schaap in het grijs gemaakt, omdat dat de enige kleur was die ik toen bij de hand had. En de witte ballon blazen we op met 3 puffs. Niet meer, niet te veel, want we hebben heel veel bubbels nodig in zo'n schaapje. En elke bubbel spant de ballon meer en meer op. Hè. De kop van het schaap is eigenlijk een berenkopje dat een beetje aangepast is. We beginnen met een bubbel te maken van 2 vingers. Dat zijn geen 2 vingers, maar iets langer. Bubbel van 2 vingers. Opnieuw een bubbel van 2 vingers. En als we die 2 bubbels van 2 vingers hebben, dan laten we de eerste bubbel los. Dan gaan we een zachte bubbel van 4 vingers. Nu gaan we 5 anderhalve vinger bubbels maken. Alle bubbels van het schaap, bijna alle bubbels van het schaap, zijn anderhalve vinger groot. Die 5 bubbels, daarvan maken we een loktwist. En nu ga je zien waar het berenkopje erin komt. We gaan het schapenkopje daardoor steken. Voilà. En als het nog niet trekt, goed blijven staan. Kunnen we dat straks wel bijregelen. Dan krijgen we zoiets. Nu gaan we pootjes maken. En we beginnen met een bubbel van 2 vingers voor de pootjes. Dus dat is niet anderhalve vingerbubbel. Dan een kleinere bubbel. Dus anderhalve vingerbubbel. Dan opnieuw een anderhalve vingerbubbel. En opnieuw een bubbel van 2 vingers. Waarom die 2 vingerbubbels? Omdat ik denk dat het leuker is als de pootjes van boven wat dikker zijn dan van onder. Ik heb dat zelf nog niet geprobeerd. Dat is de eerste keer dat ik het zo probeer. Dus ik hoop dat het goed zal zijn. Als het niet goed is, dan maken we de video wel opnieuw. Hè. Dan gaan we het lichaampje maken. Het lichaampje bestaat ook uit anderhalve vingerbubbels. We beginnen met 2 bubbels van anderhalve vinger. Dat is het eerste stuk van het lichaampje. Laat die niet los. En nu gaan we achterpoten maken. Achterpoten, zelfs onze voorpoten. Dus een bubbel van 2 vingers. Een bubbel van anderhalve vinger. Een bubbel van anderhalve vinger. En terug een bubbel van 2 vingers. En die ketting van die poten, dus de 4 laatste bubbels, die loktwisten we. Dan hebben we zoiets. Dus hier zitten 2 bubbels. Eigenlijk een veredelde hond met bubbels als lichaampje. Nu moeten we nog een paar keer op en neer om het lijfje te maken. Dus we maken een anderhalve vingerbubbel, anderhalve vingerbubbel. En die gaan we loktwisten hier ergens rond de nek, rond de pootjes. Ik ga het van dichtbij laten zien. Dus die leg ik naast de andere bubbels van het lichaam en die draai ik er een beetje tussen. En zo. Nu kun je het loslaten, want nu gaat het niet meer loskomen. Hè. Nu maken we opnieuw een bubbel van anderhalve vinger. En nog eentje. En die 2 die lokken we samen met die 4 andere. Dus tot aan de pootjes eigenlijk. En wat hebben we nu? We hebben dat lichaampje van het schaapje. Is eigenlijk een bird body. Hè? Dus, maar dan met bubbels. Dus één keer zo en nog eens een keer terug. Nu maken we het staartje. En dan maken we met een pinch twist. Een kleine pinch twist achteraan. Die pinch twist gaat ervoor zorgen dat de pootjes niet zo uit elkaar staan. De voorpootjes en de achterpootjes. Maar dat ze rechter gaan staan. En na die pinch twist maken we nog één bubbel. Dat mag anderhalve à 2 vingers zijn. En die bubbel wordt de buikbubbel van het schaap. Dus die doen we onderaan. Die reeks van het lichaam. En die draaien we dan samen met de rest van het lichaam. Dus we hebben hier die 3 keer 2 bubbels van het lichaam. Ik weet niet of je het goed gaat zien, maar al dat wit. Hè. Het is nogal sterk verlicht. En daaronder heb ik nu die ene bubbel van de overschot gedaan. En de rest van de ballon, die heb ik een paar keer rondgedraaid.
mag weg. En nu ben ik helemaal mijn kop van mijn schaap kwijt, want dat is uit mijn ringetje gegaan. Ik ga dat terug door. Draaien. En dat staartje, dus dat zet je dan niet plat, want dan gaan de pootjes weer achteruit, maar recht. Zo. En kijk, dat is een hele wollige hond, ofwel is dat een schaapje. Ik teken er nog oogjes op. En een mondje. En we hebben een heel vrolijk en blij schaapje. Bé, bé. Ik weet dat dit misschien een hele moeilijke, ingewikkelde uitleg was. Dat is omdat ik het ook zelf voor de eerste keer gemaakt heb. Als je er niet aan uitkomt, stel vragen op het forum. Maar je zit al ver genoeg om het te kunnen hebben.